Vandaag zijn we aanwezig bij het voorleesfestival in Park de Gagel. Waarom wordt dit georganiseerd voor kinderen in Overvecht? Dat is wat wij willen weten. Waarom wordt dit georganiseerd? Dit wordt georganiseerd omdat voorlezen zo ontzettend leuk, maar ook belangrijk is. Als je veel voorgelezen wordt, al is het maar iedere dag een kwartiertje, dan leer je zo ontzettend veel woorden. Dan wordt je taal zoveel rijker. En laten we wel wezen, ook ik word nog steeds graag voorgelezen. En ik hoorde net van een paar mensen, van een paar grote mensen hier, dat ze ook nog heel graag voorgelezen worden. U gaat straks voorlezen voor de kinderen. Waarom doet u dat? Ik vind het ontzettend leuk om met die kinderen een beetje met taal bezig te zijn. Dus om de taal een beetje over te brengen. En om met die kinderen met die boekjes bezig te zijn. Het is ontzettend leuk om dat te doen. Ja. En waarom vindt u dat zo belangrijk voor de kinderen? Het is ontzettend belangrijk, lijkt me, voor hen om zoveel mogelijk van de taal mee te krijgen. Zodat ze beter mee kunnen komen met school. En zodat ze steeds meer begrijpen op school ook. En op die manier een eerlijkere kans krijgen. En waarom doet u mee aan het voorleesfestival? Nou, sinds, ik denk, april van dit jaar lees ik voor de Voorleesexpress. Dat is dat je één keer in de week in een gezin gaat voorlezen. En daar de hele familie zoveel mogelijk bij betrekt. Nou, dat vind ik superleuk om te doen. En ik ben zelf al heel veel voorgelezen door mijn moeder en ook door mijn vader. En ja, daar leer je gewoon heel veel van. Dat is heel erg leuk. Dus dat gun ik iedereen. En hoe vond jij het? Heel leuk. Waarom vind jij voorlezen zo leuk? Want daar kan je van leren. En als ik weer naar school ga, kan ik iets vertellen. En dan kan ik meer goed lezen. Ja. Hou jij van lezen? Heel erg. Ja? Wat vind je van deze dag? Ik vond deze dag heel leuk. Ik vond ook goed voor van die mensen die voor ons heeft... Gewoon voor ons heeft voorgelezen. Dat vond ik heel tof van hun. Waarom ben je hier? Omdat voorlezen heel belangrijk is. En omdat het ook heel belangrijk is dat er in Overvecht heel veel voorgelezen wordt. Ik heb net tegen de kinderen gezegd. Vraag aan je vader, je moeder, je meester, je juf, je buurman, je buurvrouw. Vraag om voorgelezen te worden. Want het zorgt ervoor dat je... knapper wordt, dat je beter wordt in taal, dat je fantasie geprikkeld wordt. Nou, dus ik zeg ook via jullie tegen alle grote kinderen, de volwassenen, lees veel voor. Dat is goed. Het is ook prettig om bij elkaar te zijn, dus doen. Ja, natuurlijk. Ik kom hier altijd als er hier voorlezen komt. Dan kom ik hier altijd. Voor de ijsje.